What's up guys, ben ik weer. En er is gisteren een nieuw pakketje binnengekomen van... En het is niet een hele speciale levering. Het zijn voornamelijk proteins en ik heb wat Flavor Drops besteld. Maar nu komt het. Maar, wat ik hiervoor betaald heb... Je gaat het never nooit meer zo goedkoop vinden. Dit is echt niet normaal. Ik ga nu het pakketje openmaken en dan laat ik jullie de bon zien en wat ik heb gekregen. Oké, geen schakel nog vinden. Dus. Oké. Komt ie, hè? Eén, twee, drie, vier, vijf. Flavor Drops, chocolate smaak. Oké, ik heb dus 5 keer 2,5 kilo pea protein isolaat. Wel naturel smaak moet ik erbij zeggen. Plus die Flavor Drops gekocht. Ze hebben geen bestelformulier bij het pakketje gedaan, dus ik laat hem even via mijn telefoon zien. Zoals je dus kunt zien, pea protein 5 stuks, Impact Whey en Flavor Drops 1 keer voor €51. Dat is dus 12,5 kilo protein powder voor €51. Oké, wat is nu de catch dan van deze producten dat ze zo goedkoop zijn? In principe is er gewoon geen catch. Het is wel naturel, dat moet ik wel benadrukken. Het is wel gewoon zonder smaak, dus als je het zo zou drinken, zou het gewoon niet smaken. Daarom heb ik die Flavor Drops gekocht. Daarom doe ik dat elke keer erbij. Om het wat meer smaak te geven. Over het algemeen drink ik geen shakes. Ik doe het meestal gewoon door mijn havermout. Doe wat van die Flavor Drops erbij. En bam, heb je een lekkere havermout. Het tweede punt is, ze worden van erwten gemaakt. En de normale whey protein wordt van melk gemaakt. Dus er is nog wel een beetje een soort smaakverschil. Qua dichtheid is er ook een beetje verschil. Ik moet eerlijk zeggen dat deze wel meer vullen voor mijn gevoel. Dan de whey protein. Maar bij whey protein heb je meer een romige smaak, echt die melksmaak zeg maar erin. Dat heb je nu gewoon niet. Qua aminozuurprofiel doet hij gewoon zijn ding. Ziet er gewoon goed uit. Ziet er zelfs op sommige vlakken zelfs beter uit dan de whey protein van sommige leveranciers. Oké, guys, ik moet wel zeggen, ze waren nu gewoon echt heel goed in de aanbieding. Normaal kost zo'n zak €25. En nu waren ze afgeprijsd. Ik denk dat ze nu nog steeds afgeprijsd zijn voor €12,99. En toen was er nog zo'n 30% korting als Halloween special op die hele bestelling. Volgens mij is er nu ook weer zo'n korting, een payday deal of zo, weer 30% korting. Ik krijg niks betaald van mijn protein. Dit doe ik gewoon puur om jullie te helpen om op zo'n goedkoop mogelijke manier aan je supplementen te komen. Met behoud van de kwaliteit. En het volgende punt was, en dat is ook wat ik wil meegeven. Heb geduld en wacht tot er een goede aanbieding is. Bij welke supplementleverancier je ook bent. Wacht tot er een goede aanbieding is voor de supplementen die je wil gaan bestellen. En bestel dan in bulk. Dus bestel dan gelijk voor een heel jaar. Zodat je zeker weet, oké, ik heb de beste deal gekregen die er nu is. En ik heb gelijk voor een heel jaar mijn shakes, mijn creatine en wat dan ook wat je nodig hebt. Zodat je gecoverd bent voor de juiste prijs. Want vaak is het zo, dan koop je de ene keer voor een, in de aanbieding. En dan denk je de volgende keer, ja shit, nu moet ik hem weer voor duurder kopen. Terwijl, toen ik toen bestelde, was die veel goedkoper. Dus mijn advies, wacht op een goede aanbieding. En koop dan gewoon voor een heel jaar al je supplementen die je nodig hebt. Dat heb ik ook toen met mijn creatine gedaan. Gewoon bam, gelijk 2,5 kilo heb ik toen besteld. Bam, kan weer een jaar vooruit. En zo check ik altijd dat ik gewoon voor de beste prijs eigenlijk mijn supplementen krijg. What it means to be fully human is to strive to live.